varen. In de winter is die niet meer naar Kerpen. Daar heb ik mijn brevet mee gehad. Dan op Timmisch. Dat is Bakske. Ja? Wat dat leuk vindt aan Ellen is dat ze heel veel dingen weet. Die weet spontaan veel dingen te vertellen. Ook waar dat ik totaal niet zo verkend, want zij weet wel heel veel. Soms denk ik zelfs van, ze is toen echt zo perfect dat er niets is dat je niet kan of niet interesseert, want die interesseert daar in alles. Ik vind dat een beetje raar zelfs. Amai zeg, leuk. Is dat waterdicht is het he? Nee, dat laag is. En vloed is al te boven, ja. Ja. Dingen die ik niet weet, ja, ik heb het wat te vragen en die weet dat, maar soms moet je dat zelf toch, of vind ik het ook wel een keer leuk om dat zelf alles te ontdekken. En dat, ja, bij Ellen is dat niet nodig, want die weet alles. Altijd tussen de boeien is een scheepvaart. Die boeien wijzen de stoep aan, zal ik zeggen. Dus pleziervaart, zoals wij nu zijn, ja, die moeten voorrang geven aan scheepvaart. Iedereen die begint met boer zoekt vrouw denkt ook dat er iets kan komen of dat er een relatie kan komen. In mijn geval had dat nu toch niet komen, misschien later, nu nog niet. Maar ik ben dan niet door teleurgesteld. Wat, ik heb geleerd van mezelf dat niet snel verliefd wordt. En ja, dat er voor mij wat tijd moet overgaan. Ze is blij dat het vertelde gisteren. Ja, ik was ook wel blij. Ik had zo'n gevoel van, nu kunnen we helemaal 100% vrij uitspreken. Ik vind het wel spijtig dat die ene verwachting nu niet is uitgekomen. Maar Petriaan is echt wel een type dat ik zoek. Warm, zacht karakter, fijne eigenschappen, naturel. Diep van binnen blijf ik nog wel hopen dat dat verder groeit en dat dat openkomt. We zullen zien wat de zomer brengt. Ook kunnen we nu een keer klinken. Heb je voor mij toch een zware vakantie? Zware vakantie, mooie afstand. Ja, zo'n tweede vetten.